De provincie heeft vanmiddag een akkoord gepresenteerd over de toekomst van de intensieve veehouderij in Brabant. Het is een akkoord dat wordt onderschreven door de boeren en door de milieuorganisaties. Herman van Ham van de ZLTO, de boeren dus. Is dit nou een historisch akkoord, kun je zeggen? Nee, dit is een van de akkoorden, want de weg naar een meer duurzame veehouderij hebben we jaren geleden al ingezet. En er zijn ook al forse stappen genomen. Maar dit is toch wel een aanpak van de belangrijkste dilemma's waar we op dit moment voor staan. En nu komt het puntje ook bij het paaltje langzamerhand. Hè? Want je kunt natuurlijk lang praten over maatregelen, maar op een gegeven moment moet je ook iets gaan doen. En dit gaat over doen. Dit gaat vooral over doen. Niet naar elkaar wijzen, niet alleen benoemen, maar ook komen tot een aanpak. Hoe belangrijk was het voor jullie om het eens te worden met Nolve Daarsdonk van de milieugroeperingen? Dat is buitengewoon belangrijk omdat de toekomst van de veehouderij niet alleen samenhangt met van kunnen we de kosten dienen in de markt, maar ook heb je een maatschappelijk draagvlak voor de ontwikkeling van bedrijven. En daar zit het maatschappelijk draagvlak? Niet alleen bij Nol, maar in de partners vanuit de Brabantberaad, waar meer partijen aan tafel zaten dan alleen de milieubeweging. Er zijn toch wel de vertegenwoordigers van het maatschappelijk veld. Nolve Daarsdonk, hoe belangrijk was het voor jullie als milieubeweging om het met de boeren eens te worden? Nou, ontzettend belangrijk, laat ik het zo zeggen. Omdat het de eerste stap is op weg naar die noodzakelijke verduurzaming van de veehouderij in Brabant. En dit is een uitvloeisel van het akkoord van de Ruurmerk wat we hebben gesloten. Daarin hebben we gezegd dat er ten aanzien van de landbouw een transitieproces nodig is. Een overgangsproces. Een overgangsproces waar we ongeveer een jaar of 15, 20 voor uittrekken. Omdat iets wat in 40 jaar scheef is gegroeid, je niet in de 1 of 2 jaar recht kunt trekken. Maar het is wel zo, de boeren hebben natuurlijk een ander belang dan jullie. Dus je zit niet met hetzelfde aan tafel. Je zit niet met hetzelfde aan tafel, maar je moet wel kijken, zeg maar, waar je met elkaar uit kunt komen om dat transitieproces vorm te geven en op gang te krijgen. En dat is het belangrijkste. Dus we hebben nu een akkoord waar hier en daar, zowel van de kant van Herman als vanaf de kant van mij, het misschien hier en daar wat scherper had gekund. Maar we hebben in ieder geval een akkoord waarin we zeggen, oké, dit past bij het beeld van die transitieproces wat we in moeten. En dit is een akkoord waarvan je zegt, we zullen het straks nog even over de inhoud hebben, waarvan je zegt, daarmee kan ik wel naar mijn achterban. Ja, dat denk dat ik is wel uit te leggen. En geldt dat ook voor Herman van Ham? Is dit uit te leggen aan de boeren? Dit is uit te leggen aan de boeren, want boeren begrijpen inmiddels wel, hoewel het soms op bedrijfsniveau wel heel lastig is, dat het enige toekomstperspectief ontleend kan worden aan die duurzame positie. En dat maatschappelijke draagvlak. Dat hoort daarbij. Ja, waarom is dit allemaal nodig? Waarom zijn deze discussies aan de gang? Een paar jaar geleden werd duidelijk dat de spanning over de groei van de veehouderij op het platteland op begon te lopen. Vroeger was het hier deur aan deur varkenshouderij. Nou, dan gaan we eerst in de kraamstallen kijken. Daar worden biggetjes geboren. Het is niet meer het lieve platteland van Ot en Sien vroeger, dat is het echt niet meer. We zitten hier met een ziekmakende, vieze, penetrante lucht. Je moet hier natuurlijk een klein beetje zachtjes aan doen. Die zeugen die zijn nou bezig met werpen. Nou, mijn ouders die hebben ook gekaart met buren. Verjaardagen werden altijd bezocht. Als je elkaar tegenkwam voor aan de straat, even een praatje maken. En dat is, ja, dat is wat ik al zeg, met sommige buren gewoon voorbij. Dan heb je de hele dag heb je gewoon het denderen van die bulkwagens. Wagens die de varkens ook nog op komen halen. 3:45, 4:15 staan ze vrolijk te ronken. De marges per varken die worden steeds minder. En om dat goed te maken, zeg maar, om toch een inkomen over te houden, moeten we in aantallen uitbreiden om uiteindelijk hetzelfde inkomen over te houden. Als hij uit wil breiden, van mij mag hij. Van mij mag hij 10 keer groter worden. Maar gaat hier dan weg. Verdwijn van dit toneel. Ja, het probleem in Oorschot waar dit over ging, dat was het buurtschap Huigenvoort. Dat is inmiddels een heel eind opgelost, maar er zijn nog talloze plaatsen in Brabant waar de spanning tussen boeren en hun buren groot is. Herman van Ham, en daar gaat de overeenkomst voor een belangrijk deel over, hè? Over die gebieden waar het echt spant. Ja, voor een belangrijk deel. Oplossen van knelpunten. Knelpunten zeggen we dan, zijn knelpunten waar het aanvaardbaar wonen en leefmilieu in het geding is en niet meer geboden kan worden. We hebben ons tot doel gesteld om in 2020 dat aanvaardbare wonen- en leefmilieu, een goed leefklimaat, wel te bereiken. Daar kunnen jullie problemen dan met z'n tweeën ook wel weer over discussiëren wat aanvaardbaar is, lijkt me, Nol. Dat is wel zo, ja. Maar van de andere kant, het gaat er vooral om dat we nu de richting
met elkaar gaan kiezen om die overlastproblematiek aan te pakken. En vooral dat proces naar die verduurzaming van die veehouderij op gang te zetten. Want de weg van steeds maar schaalvergroting, schaalvergroting, schaalvergroting is een doodlopende weg. Daar zijn partijen het over eens. En we zullen moeten omschakelen van industrial farming richting community farming. Een vorm van veehouderij die zich veel meer gelegen laat liggen aan de omgeving. Ja, dat zijn allemaal mooie woorden. Maar actiegroepen in die overbelaste gebieden zoals de Peel, die zeggen wij willen gewoon nu afspreken, geen dier erbij. Is dat nou vandaag afgesproken? Nou, in principe wel, voorlopig. Want we hebben gedaan, we hebben twee dingen afgesproken. We gaan werken via die benadering van het aanpakken op dat hotspotniveau van waar de problemen werkelijk zitten. Maar voor je zover bent, voordat je daar een werkend perspectief hebt geboden, hebben we ook afgesproken, in die gebieden komt voorlopig geen dier meer bij. En de enige uitbreiding die daar plaats zou kunnen vinden op individueel niveau, die kan komen uit stoppers die in datzelfde gebied zitten. Herman van Ham, dat is juist wat jullie niet wilden, hè? De boel op slot. En dat lijkt nu dus wel te gebeuren in die overbelaste gebieden. Nou, zo expliciet hebben we er niet afgesproken. We hebben gaan monitoren, want niemand zit te wachten in gebieden die overbelast zijn. Hè, want daar gaat het eigenlijk om dat er nog meer dieren bij gaan komen en de overlast alleen maar groter wordt. We gaan sturen op vermindering van de overlast, zoals je net zei, om te komen tot een aanvaardbaar wonen. Maar betekent dat, zoals Noel Verdaasdonk zegt, een slot op het aantal dieren in dat soort gebieden? We hebben samen de afspraak gemaakt dat we in Brabant niet gaan sturen op dieraantallen. Maar we gaan wel scherp monitoren en ingrijpen op het moment dat er sprake is van uitbreiding van het aantal dieren. Hij zegt iets anders. Dat zijn nuances, maar de afspraken die we daarover hebben gemaakt, en degene wat aan papier is toevertrouwd, is daaromtrent duidelijk. Je kunt geen garantie geven dat er geen dier bij gaat komen, maar je kunt wel waarborgen dat elke ontwikkeling op een bedrijf, en ontwikkeling is op zich goed, goed voor het dier, goed voor de omgeving, goed voor de ondernemer, dat ontwikkeling op bedrijf bijdraagt aan vermindering van de overlast. Maar als ik dit zo hoor, dan denk ik, zijn jullie het wel helemaal eens eigenlijk? Nou, ik moet zeggen dat daar iets anders in zit, laat ik het zo zeggen. En volgens mij hebben wij afgesproken wat we afgesproken hebben. En daar ga ik maar voor. Wat er op papier staat? Ja. En hoe lastig is dat uit te leggen aan de mensen in de Peel? Van, is er nou wel of geen slot op de deur? Nou, ik zal het uitleggen. En ik zal ook uitleggen van hoe je datgene wat we hebben aan papier hebben toevertrouwd, hoe je dat dient te duiden. En wat er vooral van belang is, is dat je zeg maar, via die gerichte aanpak op een zo laag mogelijk schaalniveau, die lokale achterban, die burgers, die gemeente, samen aan de slag gaan om te zeggen van luister eens, hoe moet er hier die veehouderij van de toekomst uitzien? En als men daar overeenstemming over is, dan gaan we ook gericht werken aan het aanpakken daarvan. En dan is dus daarmee die sociale omgeving mede aan het stuur om die ontwikkeling van die veehouderij vorm te geven. Wat is voor, in onderhandelen geef je altijd dingen toe, Herman van Ham, waar zit de pijn aan de kant van de boeren? Pijn aan de kant van de boeren zit natuurlijk dat we na zeg maar, het verbond van de bossen, waarin vooral het accent werd gelegd op verduurzaming vanuit het marktperspectief, we ook hebben geconcludeerd dat op terrein van het omgevingsbeleid, waar de overheid voor inzet is, er nog stappen gezet moeten worden. En het gaat hier om stappen die verder gaan dan de wet voorschrijft. Dat betekent dat de rechtszekerheid... Dat vinden boeren natuurlijk niet leuk. Nee, dat vinden boeren niet leuk. En dat heb je toe moeten geven? De rechtszekerheid kan worden aangetast. Daar zijn we niet blij mee. Maar van de andere kant is het de enige manier om zeg maar, in een situatie te komen dat je als ondernemer ook een bijdrage levert aan een goede wonen- en leefomgeving. Yvonne van Oosterhout, ruik je wel eens varkens in je dagelijks leven of niet? Ja, wel eens. Ja. Waar woon je? In Veldhoven. Ja, daar ruik je dat wel. Ja, mijn zwager is kippenboer, dus ik weet er iets van. Dus ik ruik ook wel eens kippenlucht. Maar, die stinken nog harder, lijkt het wel. Hè? Ja, nou dat weet ik niet. Nee. En als je dit hoort, snap je wat over gaat? Ja.